It's number one. Welkom mensen bij een nieuwe stookvideo. Dit keer gaan we stoken met Pyro Henk. Ja, op een locatie waar ik vroeger geweest ben. Dus zoals jullie kunnen zien, ik rij in Leiden. Over de Tjutjelaan, Dr. Lelylaan, wat is het? Ik ben al lang hier niet meer geweest. En we gaan dadelijk even afschieten op de Vrietlanden. Het is wel een leuke locatie. Ik kan het hier rustig vertellen, want hier kom ik bijna nooit, zeker in het vuurwerk. Dus ja, wij zitten altijd in België en Duitsland. Het is uitzonderlijk dat wij in Nederland afsteken. Maar ik heb een paar kleine producten bij me. Gewoon voor de grap. Pauw Henk wil graag eens een keer met me stoken. Dus ja, ach, waarom niet, hè? De Vrietlanden is een oude locatie van mij geweest. Ik heb er ooit eens een keer afgestoken, heel lang geleden. Toen was ik ook een jonge Ruben. Hadden vuur gekocht in België. Dachten, ja, wil het uittesten. Waar ga je dat doen dat je mensen niet te last bent? Tenminste, dat mensen geen politie gaan bellen. Het was halverwege november, net als nu. Het is ook halverwege november. Regenachtig weer, net als vandaag. Dus we dachten, ja, wat gaan we doen? Ja. Vrietlanden. Vrietlanden is dus een recreatieplas. Daar kun je de zomers kun je surfen, zwemmen, motorboot varen, dat soort zaken. En 's winters, november, ja, half wel eens avonds. Wat moet je daar nou doen? Weet je? Dus wij met drie gasten in een auto daar naartoe gereden en daar gaan afsteken. Maar we komen eraan, tenminste dat dachten we te gaan doen. Dus we komen eraan, allemaal groot licht op ons, allemaal geparkeerde auto's, grote lamp op ons. En we hadden zoiets van, moeten we hier dus een parkeerplaats verder? Nou, hetzelfde verhaal, wat moeten al die mensen hier, weet je? Het is midden in november, het is regenachtig weer. Ik bedoel, er moet uitgestorven zijn, verlaten zijn. Nou, blijkt het dus een homo of ontmoetingsplaats te zijn. Dus wij stonden het midden tussen de homo's. Ja, met ons vuurwerk. En we hebben toen gewoon de ratelband uitgerold en afgestoken. Want ja, fuck it, weet je. Wat willen ze doen dan? Gaan ze de vrouw opbellen of zo? Ze staan hier legaal vuur kan steken. Want de vrouw weet niet eens dat ze daar zijn. Allemaal getrouwde mannen stiekem, hè? Dus ik ben benieuwd of dat nog steeds zo is vandaag. Dus we rijden rustig heen. Dan gaan we eens even kijken. Lijkt mij op zich wel lachen. Ga ik even een stukje filmen natuurlijk. En en voor de rest, ik ga het gewoon afsteken. Ik denk dat ik het gewoon net doe als 20 jaar terug, jongens. Ik vind het jammer voor ze, maar... Ja, het is een rustige locatie en de kans dat hun politie bellen is natuurlijk vrij klein. Want ja, wat ik net zei, het zijn toch veel al getrouwde mannen die zo aan een lus proberen te komen. Ik ga daar verder niet over uit of het goed of slecht is, moeten ze allemaal zelf weten. Ik vind het wel een maastreek naar de vrouw toe. Maar ja, aan de andere kant, het is 20 jaar verder, we hebben ook natuurlijk het internet. Dus ja, goed, misschien dat het minder geworden is. We gaan het gewoon meemaken, gaan we kijken en we zien het daar wel. Hé, daar gaat de politie al. Hier dat? Kom hem al halen. Ik ben er nog bij. Zo, Vlietland. Lang niet geweest, joh mensen. Echt lang niet geweest. Ik vraag me af en toe waar het toegankelijk is. Kijk, staat er op je. Recreatiegebied. De Vlietland. Nou, ik heb de maat aan de telefoon, jongens. Pyro Henkje aan de telefoon. Even kijken, hij zegt er staan auto's hier. Inderdaad, zie je, nog steeds een homo ontmoetingsplaats. Tomaatje, homo. Pyro Henkje, dames en heren. Hij zegt, gewoon weer aanwezig, hè? Gewoon weer aanwezig. Ga maar mee, kijk, daar gaat weer een homo. Dus wij gaan even een ander parkeerplaatsje opzoeken, want het is op zich hier al goed, denk ik. Die gaat toch niet bellen, maar ze vinden juist niks veranderd, mensen. Dus als je nog steeds homofiel bent en je woont in Leiden, Vrietlanden, the place to be. Wel een beetje gay hier, maar goed, dat maakt niet uit. We hebben een paar paaltjes. Met kleine klappertjes, special carousel en een nitraat carousel. Zo, gaan we eens even kijken, zijn de homo's? Zien jullie wat bewegende bosjes? Nee, firefly! Allemaal file komen eraan, op elke twee Rolling Rockets is dit. Yo, wat nummer is dit? Ja, gaan we door, pijltje 1. Even zeggen welke nummer het is. We gaan richting de homo's.
Pijl 2. Fik erin, jong. Tempo erop. Pijl 4. Even goed zetten. Pijl 5. Stok attack, laatste pijl. We lopen hier zo rond over die parkeerplaats. Kijk wat hier ligt. Zien jullie dat? LVT is er ook geweest. Schijnbaar komt LVT hier vaker. Hij organiseert een gangbang. Hij wel. Dat is hem, mensen, de lelijkste rocker van heel Nederland, Arno Bont in actie. Nou, fik in die gozer. Daar houdt hij van, brandjes. Hup, weg ermee met die gozer. Juist. Hoppa. Grips. Hatsje. Oh, de kleurenlijn gaat nog hard ook. Ja. Ja, dat is ook echt zo'n verschrikkelijke landlul dat. Nee, die zou je ook... Die zou je er ook zo tegen kunnen komen s'avonds, weet je wel. Zo'n futurist dat. Nooit echt vrienden gehad vroeger, weet je wel. Ja, echt, ja. Nee, sorry, dit is een, nee, dit is een belediging voor de homo's. Nee, dit is een belediging voor de homo's. Ja. Dit is gewoon een pedofiel. Ja, dat. Ja. Wat moet je nou met die gast, joh? Nou, ga eens kijken. Alleen maar ellende en verdriet. Ja. Ja, met die Arno Bont, ja, joh. Ja. Dus even kijken hoeveel homo's er bij onze auto staan. Komt ze gaan klagen? Ik denk het eerlijk gezegd niet. En Parel Henk, hoe voel je me doen? Zo, we hebben er echt van genoten, hoor. Ja, lekker was het, verdorie. Ja, vooral die dikke, hè? Ja, ik heb zo van genoten. Hey, wat een klappers, jongens. Nou. Inmiddels is het weer hard gaan regenen. We zijn weer in de bewoonde wereld. Dat was vuurwerk afsteken met een stel homo's. Of tenminste, wij staken vuurwerk af.
En geen idee waar de homo's naartoe gevlucht waren, maar ik denk niet dat die hier schijn blijven staan. Ja, die komen daar toch met hele andere bedoelingen naartoe, hè. Die mensen komen daar om lekker een avondje te rampen stampen. Ja, wij rampen stampen ook, maar dan net iets anders. Wij knallen net even anders erin, zullen we maar zeggen. Ja, nou goed. Kijk, daarom stoken we ook niet zo graag in Nederland af. Want elke gebied waar je komt, dat een beetje afgelegen is, is meestal een homo- en boeddhistplaats. Er zijn maar weinig gebieden waar je rustig kan stoken, heb ik altijd het idee. Tenminste, ja, hier in Leiden zou ik geen andere locatie kennen dan alleen hier op de Vlietlanden. Waar zou ik anders moeten stoken, weet je? Dus, maar ja, goed, we hebben het lekker gedaan. Ja, helaas niet zo heel veel. Want ik kon niet zo heel veel meenemen. Dat was wel een beetje jammer. Maar het is wat ik zeg, kijk, in België en in Duitsland kan ik zoveel meenemen als ik wil. Als dat daar aangehouden wordt, ja, dan heb je verder geen problemen. Dan krijg je direct een huiszoeking en zo, en strafbladen. Kennen ze in België allemaal niet. Dan word je aangehouden en dan moet je je vuurwerk inleveren, krijg je een boete. En in Duitsland ook. Dus dat is ook de reden dat ik daar gewoon vaker afsteek. En ik woon er toch vlakbij. Het is uitzonderlijk dat ik een keer mijn Paro Henk wilde stoken en dat ik hier naartoe gereden ben. Dus, die anekdote van vroeger met die homo's, nou, het is dus nog steeds zo. Gewoon je ratelbandje uitrollen waar een paar homo's bij zijn en knallen maar. Ach ja, jongens, hebben die ook nog wat te vertellen thuis? Oh nee, die vertellen dat thuis niet, want de meesten weten niet dat ze daar zijn. Nee, dat vindt de vrouw niet prettig als ze dat weten. Nee, jongens, we gaan door naar de volgende video. Dan gaan we de volgende keer aan wel het afsteken. Dan gooien we bij ons in Duitsland, België. En dan kunnen we even wat meer afsteken. Dus ik zou zeggen, jongens, tot de volgende stookvideo. En we spreken elkaar dan.